Koopmans nam Karamanoulis op in zijn programma omdat een partij in Marseille een veel geldelijk gewin opbrengt. Blanchard zou dan op 20 februari in Ahoy tegen de winnaar kunnen boksen, maar de Amsterdammer heeft zich ingesteld op een partij tegen Koopmans en hij wil niet de kans lopen geconfronteerd te worden met de Fransman of met een eventueel nieuw uitstel. Ook van Duitse zijde door Jasman is geprotesteerd tegen de plannen van Koopmans. Jasman komt na Blanchard aan de beurt om voor de Europese titel te boksen. Maar de gage van Koopmans voor een partij in Marseille is $30.000. Vandaar die rommelige situatie die nu ontstaan is. Dat was het wat wij u te melden hadden op de zaterdagavond. Morgen tweede dag van de drielandenwedstrijd schaatsen Nederland, Noorwegen, Zweden in Heerenveen. We zijn erbij vanaf 16:30. Ja? Ja, vanaf 16:30 op het andere net Nederland in Graag-tot-dan. En dan is het nu tijd voor onze nachtfilm Mon Oncle. Een film uit 1958 van de grote Franse filmer Jacques Tati. Tati, die in deze film de rol speelt van Monsieur Hulot, heeft over Mon Oncle het volgende gezegd. In Mon Oncle wordt de vraag gesteld, waar zijn de mensen? Waar is de vriendschap? Waar is het respect voor elkaar, het respect voor een nieuwe generatie? In die zin is Mon Oncle een beetje een waarschuwing. Pas op, alsjeblieft. Maar het is ook weer niet zo dat ik de mensen een les wil geven. Er wordt al nauwelijks geluisterd naar de onderwijzer, dus waarom zouden ze naar mij luisteren? Ik zoek geen boodschap uit te dragen. Ik zou willen dat men mijn film binnenstapt, zoals men binnendringt in een wijk die tegelijk vertrouwd en onbekend is.